Voor eerst onze felicitaties aan Westerlo voor de kwalificatie voor de volgende ronde. En ook veel succes toegewenst in de competitie. Ik denk dat de wedstrijd vandaag anders had kunnen verlopen als we onze kansen hadden afgewerkt in de eerste helft. Maar dat is dan een van de waardevolste kwaliteiten die je als voetbalploeg moet hebben, denk ik. Dat is efficiëntie. En we staan bij de rust 2-0 achter. En we hadden zelf ook 2 golen kunnen maken, denk ik. Minstens 2. Maar ja, de kansen zijn er niet binnen gegaan. Ik denk aan de pas op Thomas Stevens, die nog aflegt, maar niet kan scoren dus op die pas. Dan de kopbal die onder de lat wordt onderuit gehaald door Simon Vermeijren. En dan een bal die van de lijn gehaald wordt. Ook nog een mooie schietkans voor Jens van Roosbroek. Dus we hadden altijd moeten scoren. Maar het is Westerlo die dat doet. En dat is natuurlijk een kwaliteit, zoals ik zeg. Golen vielen iets te gemakkelijk van onze kant bekeken. 2 kopbalgoals. Als je de beelden bekijkt, dan zult je zien dat Jens Kools op een onorthodoxe wijze tegen de bal komt. Maar dat gaat onderkant lat binnen. Dus prima goal, prachtige goal. En ook de tweede van Bart Goor is dus met de kop gescoord, waardoor we dus iets te slap verdedigen en een beetje koud gepakt worden. Het balbezit was natuurlijk voor Westerlo. We hadden dat zo afgesproken. Ik ben niet de man voor excuses te zoeken, maar we moeten hier vandaag toch 7 titularissen missen. Niet dat er maar 4 titularissen bij IJst op het plein zouden staan. En ook de jonge mensen hebben het geweldig goed gedaan. We hebben met heel veel inzet gespeeld, met enthousiasme. We hebben gespeeld voor wat we waard waren, zoals ik dat gevraagd had. Maar ja, je moet 3 centrale verdedigers missen. Van Doren, Grant en Putti, gisteren nog op training is gekwetst geworden. 2 centrale middenvelders, Rijmenans en Van der Putten. 2 flanken, Kriel en Oskan. Dus dat is allemaal niet niks. Maar er is ook een keerzijde aan de medaille. De jonge spelers die hun kans gekregen hebben. En waar sommigen zeggen dat ze nog te groen zijn voor onze eerste ploeg. Die hebben het prachtig gedaan. Die hebben hun kans gegrepen, hun visitekaartje afgegeven. Met hart en ziel gespeeld. In de tweede helft hebben we iets te weinig kunnen klaarmaken. Te weinig kansen kunnen creëren om aanspraak te maken nog op de kwalificatie. Het eerste half uur was er veel middenveldspel en ook een aantal heel goede kansen voor Westerlo. Had gerust 3-0 kunnen worden en hadden de boeken dicht kunnen toen al. Stilstaande fases hebben we nog gehad, verschillende corners. We hebben daar niet kunnen op scoren, alhoewel dat we er hard op geoefend hebben. Maar uiteindelijk moet je dan neerleggen bij het verdict en... Uiteindelijk, ik doe de uitleg van onze kant natuurlijk, zal de kwalificatie van Westerlo wel verdiend zijn. En zoals ze begonnen zijn, wil ik ze veel succes wensen in de volgende ronde. Dank u wel. We hadden natuurlijk verwacht, inderdaad, zoals collega zegt hier, dat ze toch een aantal titelaars hebben moeten missen. Maar ik had ook op voorhand met een groep gewaarschuwd van... er zijn er nog een aantal die gespeeld hebben hier in de jeugd. Simon Vermeijren, Jonathan Ruttes. Er zijn er misschien Verdonk. Dus er zijn er een aantal jongens die zich absoluut wogen bewijzen. En wij konden vandaag alleen maar verliezen. In die zin van, als je wint is het normaal. En als je verliest, ja, dat zou natuurlijk een grote teleurstelling geweest zijn. Maar langs de andere kant komen wij vroeg op voorsprong. Inderdaad door 2 kopbaldoelpunten, waarvan ook... toch eentje typisch is, zoals Jens Kools vandaag gescoord heeft. De eerste met het hoofd, met goede infiltratie. En vanaf 2-0 hebben we eigenlijk de wedstrijd proberen uit te spelen. Omdat, zoals gezegd, Heist kwam niet echt aanvallen of niet echt aanvallend spelen, wat een goed recht is. En dat hebben we misschien bij momenten iets te weinig uitgespeeld. Maar langs de andere kant ben ik toch tevreden. Zeker ook de tweede helft is de bal goed rondgegaan. En je moet ook niet vergeten dat dit onze 4e wedstrijd was op rij. He, dus woensdag, zondag. En dat zag je op het einde, dat de frisheid toch een beetje weg was. Maar al bij al tevreden met de kwalificatie voor eerst. En met het geleverde spel, vooral in de tweede helft ook. Oké, dank u. Succes nog even.